Als ik aan het trainen ben voor een marathon, wat dus eigenlijk altijd is, heb ik altijd het gevoel dat ik op een soort van tightrope balanceer. Ik hoor gewoon niet vanaf denderen. Goedemorgen, welkom weer in een nieuwe video. Het is vandaag maandag. Het is inmiddels net 8 uur geweest. Ik zit nu pas hier achter mijn MacBook. Het is op zich niet heel laat, maar ik had gisteren tegen mezelf gezegd, ja, ga het gewoon om 5 uur opstaan en aan het werk, omdat ik klein beetje stress had met alles wat ik moet doen de komende dagen. Ik werd vanmorgen om 5 uur wakker met echt een mega dikke keel. Ik dacht, ik heb gewoon slaap nodig. Als ik nu op ga staan, dan maak ik het allemaal niet beter. Dus ik heb nog een paar uurtjes geslapen en nu ga ik positief aan het werk. Dit is mijn smoothie bowl voor vandaag. En ik heb er frambozen op gedaan. Het is heel lang geleden dat ik frambozen heb gegeten. Het is 9:15 en ik heb net mijn eerste video geëdit. De video van zaterdag. En ja, ik heb nu ook wel echt trek, want het is dus, ik zit nu al bijna 2 uur achter mijn MacBook. En ik heb paarse ballen onder mijn ogen. Geeft wel aan hoe moe ik volgens mij ben. Ik ga dit nu eten. Ik ben even bezig met een nieuw receptje. Dit is een courgette prijssoep die ik eigenlijk afgelopen donderdag wilde maken. Maar misschien heb je mijn vlog van afgelopen donderdag gezien. Ik had alle ingrediënten in huis voor courgette soep. Alleen ik had alles behalve trek in courgette soep. Dus nu moet ik patat en kroket. Poging 2. Oké, en dankzij Laura kan ik nu gewoon de juiste hoeveelheid water toevoegen. 300 ml. Oeh. Het ziet er best oké uit, toch? Het is courgette soep met prei. En ik heb er wat paddenstoelen extra overheen gedaan. Omdat ik dat altijd heel erg lekker vind. Het ziet er niet alleen heel lekker uit, het is ook heel erg lekker. Ik heb net Caroline van Fitchy geïnterviewd. Het is inmiddels 1:15. En ik heb echt het gevoel dat ik moet gaan slapen, want ik ben echt zo moe. Weet je wat het is? Ik vind het niet heel erg dat ik moe ben, want dan kan ik op zich wel doorheen werken. Of nou ja, dat op zekere hoogte, maar ik heb ook het gevoel dat ik ziek aan het worden ben. En het laatste wat ik nodig heb is ziek worden. Als ik aan het trainen ben voor een marathon, wat dus eigenlijk altijd is, heb ik altijd het gevoel dat ik op een soort van tightrope balanceer. En ik hoor gewoon niet vanaf denderen. Want als ik er vanaf dender, dan mis ik gewoon een week training. En ik heb afgelopen week al niet echt goed kunnen trainen. En ik moet nu gewoon beter worden. Dingetje. Ik ga nu mijn video van gisteren editen. Het is inmiddels 4:55. De kringen onder mijn ogen zijn wat rood. Ik heb de video geëdit. Die is nu aan het uploaden. En ik zou nu zo graag gaan slapen. Ik wil zo graag slapen. Maar er staat nog zoveel op mijn to-do-lijst. Ik weet niet zo goed of het nou verstandiger is om nu te gaan slapen en dan vanavond nog even te werken. Of om gewoon maar door te gaan. Maar ik heb ook niet het idee dat ik op dit moment ontzettend productief ben. Omdat ik dus zo moe ben. Au, kut. Oké, na mijn mega gezonde courgette prijssoep van vanmiddag heb ik nu thuis besteld. Dit zijn viskoekjes. En dit is pad thai. Ik denk dat het heel lekker is. Na al het geweld van afgelopen weekend met uitgaan, helikoptervluchten, Subway running clubs en deadlines heb ik echt wel dit bed nodig. Het is inmiddels 6:55 en ik heb net een sponsored post geschreven voor Subway en ik ga nog even een receptje uitwerken. En dan denk ik toch echt dat ik mijn make-up eraf ga halen. Oh, dat hoeft helemaal niet, want ik heb geen make-up op. Dat ik mijn tanden ga poetsen en ga slapen. Ik wil echt gewoon eigenlijk gewoon om 8 uur slapen. Het wordt een mega korte saaie vlog. Dat zeg ik wel vaker. Maar ja, die heb je ook. Want ik kan niet iedere dag 100% zijn. 100% kan ik iedere dag wel zijn. Maar afgelopen weekend was ik gewoon iedere dag een beetje 120%. Dus ja, dan sta ik nu een beetje in de min. En dan kan ik vandaag eigenlijk maar 60% zijn. Zo gaat het nu eenmaal. Dat kan niet anders. Of in ieder geval, ik kan niet anders. Misschien jij wel. Ik ga nu die vlog uitwerken, want dit verhaal slaat toch op poep. En ik kan mijn tijd goed gebruiken voor slaap. Het was dus zo'n dag. Zo'n dag waarop ik 1 minuut heb geëxerciseerd. En wandelen vindt hij al exercise. En kijk, 63 calorieën heb verbrand. Dagen als zoals vandaag heb je ook nodig. Maar voordat ik ga slapen, het is inmiddels 7:45. Voordat ik ga slapen ga ik nog wel even
2 minuten planken. Heb ik tenminste nog het gevoel dat ik iets gedaan heb. En ik heb het ook weer een paar dagen overgeslagen. En dat was niet de bedoeling, want ik was van plan om het iedere dag te gaan doen. Duurt lang. Challenge. Dan zo. 2 minuten. Oké, zo. Ik heb zoveel moeite met praten. Iedere keer als ik mijn zin probeer te beginnen, struikel ik na 3 woorden al over mijn eigen woorden. Dus ja, wat ik wilde zeggen. Ik ga afscheid van jullie nemen. Ik ga lekker slapen. Dankjewel voor het kijken. En ik zie jullie morgen weer. Hopelijk iets fitter. En energierijker. En wellicht fruitiger. I don't know. Dankjewel voor het kijken. En ik zie jullie morgen weer. Dat zei ik net ook al.